Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen woensdag 16 oktober. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking vrij snel toe en gaat het ook weer regenen. Opnieuw geen droge dag dus vandaag in Nederland. De temperatuur ligt vanochtend rond de 11 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen, die in de loop van de dag ook toe gaat nemen. Vanmiddag is het dan bewolkt en ook regenachtig op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten zou misschien nog even de zon kunnen schijnen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 16 graden en de wind is matig tot krachtig. Vooral aan zee gaat het vanavond ook af en toe hard waaien. Ook dan is er veel bewolking en het blijft regenachtig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger. En er kan morgen af en toe de zon doorbreken, maar op veel plaatsen zal de bewolking toch wel blijven overheersen. Ook kan er nog een enkele bui vallen, maar het is een stuk droger dan vandaag. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En ook de dagen na blijft het toch wel wisselvallig, met vooral op vrijdag ook stevige buien in de middag. Ook zaterdag nog nattigheid, zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, zoals het er nu naar uitziet. De temperatuur die ligt over het algemeen rond de 15 graden. Mijn naam is Remon Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.